Op 15 maart kunnen we weer gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Gaat u stemmen? En weet u eigenlijk wat de waterschappen doen? Bij welk waterschap zit je? Dat is een goede vraag. Dat zou ik zo niet durven kunnen beantwoorden, denk ik, nee. Brabant Water. Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het eventjes niet weten. Ja, niet echt eigenlijk. Het is gewoon de Brabantse waterschap dinges. Dat weet ik wel, maar nu even niet. We hebben water, waar gaat het over? Brabant Water. Wat merkt u van uw waterschap? Weinig. Eigenlijk helemaal niks. Elk jaar krijg ik een kleine rekening. Ja. En dat betaal ik netjes natuurlijk. En dat is alles. Zo goed heb ik me er eigenlijk niet in verdiept. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een waterzuiveringsinstallatie was. En dat ze ervoor zorgen dat het water juist allemaal naar de juiste huis komen. Nou, het waterschap zorgt er in ieder geval voor dat ik altijd zuiver water uit mijn kraan krijg. Dus dat doen ze heel goed. De ding is toch dat zuiver water is en genoeg water is. Dus bijhouden. Volgens mij ook nog het beste water van Nederland. Tenminste, wat ik ze wel eens gelezen heb. Nee, dat heb ik nooit gehoord. Nee, dat zou ik niet weten. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou is het zo dat op 15 maart er verkiezingen zijn voor het waterschap, tegelijk met de provincie. Gaat u stemmen? Ik ga meestal wel stemmen, ja. Denk het niet, nee. En heeft u daar een reden voor die u wilt vermelden? Nou, eigenlijk niet zo interessant. Dus ik denk ook dat je weinig keuze hebt hier in Tilburg om voor verschillende maatschappijen te kiezen. En als het goed is, waarom zou je dan overstappen op een ander? Als ik niet wist dat er verkiezingen zijn, weet ik ook nog niet of ik ga stemmen. Ik ben daar niet mee bezig. Ja, wellicht, ja. En maakt dan dat u iets aankruist in het stemhokje? Wat vindt u belangrijk? Nou, dat ga ik waarschijnlijk hier aan onze mensen van het spoorpark vragen die zich met het water bemoeien. Want die kunnen mij precies vertellen wie het goede doet, zal ik maar zeggen. Ja, ik zou het niet weten. Ik heb net niks gehoord of gezien. Ik zou het niet weten, mevrouw. Ja, ook al zoiets, hè? Ik ga wel stemmen. En wat vind je dan belangrijk als je je stem uitbrengt? Een van de belangrijkste punten waar ik altijd naar kijk is inclusiviteit. En dat is dat gewoon niemand wordt buitengesloten en dat iedereen gewoon evenredig kan participeren.